Ik weet dat het pijn is, maar mijn defense mechanism is geniaal. En ik voel af en toe iets, gewoon boem doorzetten en dan weg. Maar geen idee wat het is, waarom. Als je denkt dat je iets kunt doen, wat je zou kunnen doen, is heel simpel. Koop ze een notitieblokje en een pen. Dan moet kunnen. En begin gewoon op te schrijven hoe je het allemaal vermijdt. Degene die glashelder door heeft hoe hij zijn eigen pijn, of eigenlijk zijn eigen vrijheid, ontloopt. Als je dat echt in beeld begint te krijgen, en dat doe je niet in de middag overigens, it should take a few months. Als je echt door begint te krijgen hoe je constant aan het ontwijken, afleiden bent, weet je wel, je hebt dat zo goed in beeld dat je er kotsmisselijk van wordt, dan heb je kans dat je ermee ophoudt. Er is geen trucje of een barcode. Dan doe je dit en dat, een techniekje, en dan gaat het wel werken, weet je wel. We moeten gewoon inzien, vroeg of laat, hoe ons leven vergeven is van vermijding en ontlopen en God proberen te strijken en aanpassen en verklaren en psychologiseren. Wasting time and energy. Ik hoef alleen maar dat defensiemechanisme te onderzoeken. Waar bestaat het uit? Weet je wel. Fileer het. Als je het echt in beeld hebt, dan zie je ineens heel sterk hoe al die kettingen aan je vastzitten en in je vlees zitten. Dan is er nog maar één neiging, ik wil los, al moet ik die haken eruit drukken. Maar dat doe je pas, of dat doet een mens pas, als die het glas helder in beeld heeft. Dus dat is een ingang. Dat is de ingang, zeg maar, van zelfonderzoek. En die betekent bij gevangenschap onderzoeken. It's no fun. Maar doorleven in je gevangenis, of anders gezegd, een vluchteling blijven in je eigen bestaan, dat is een tamelijk triest aangelegenheid. Ik vind dat een beetje jammer. Dat is al gezien. Ja, eigenlijk wel. Ik vind het ook verwonderlijk iets. Ik zie altijd in mijn spreekkamer, maar ook in dit soort bijeenkomsten, mensen waarvan ik het idee heb van, joh, die zijn toch sensitief en intelligent. Maar ik kan iedere keer vergissen. Als je toch een paar decennia rondloopt hier, dan moet je toch een paar basics in de gaten hebben. Maar om nog even over pijn te hebben, als je die pijn wel de hele dag voelt, ja, is dat nou beter dan de pijn vermijden? Er ligt wel wat voor pijn. Wat is jouw pijn? Ja, echt de pijn van de afscheiding. Goed. Maar dat voel ik al zo lang. Daar ben ik ook echt van bewust. Maar ja, wat doe je er nog meer bij? Niks. Dat is niet waar. Ja, voelen. Maar nog meer? Nou ja, eigenlijk wil ik er van af. Ja, je verzet je er tegen. Je kan het voelen niet. Ja, dat moet stoppen. En dat kun je niet beslissen, maar het kan wel gebeuren. En dan wordt het heel erg, ja. Dat is een idee, daar weet je niks van, want you never try. Nee. Dat is wat het eigenlijk doet, conclusies trekken over dingen waar hij niks van af weet. Dat doet hij altijd. Het enige wat hij weet is, er is pijn en verontrusting en het doet dit. Nou, dat, op een gegeven moment stopt dat. En wanneer, dat kan nu gebeuren. Oh, het komt door de zatzaal. Dat kan ook in de HEMA gebeuren. Dan kunnen we misschien de store manager aan. Vroeg of laat lijkt het, vroeg of laat stop je met je te verzetten tegen dat wat is. Ja. Nou, en vrijheid hebben we gelijk een mooie definitie. Vrijheid is gewoon zijn met wat is. Ja, er wordt veel spirituele mensen dat accepteren met open armen om hem vatten en. Ja, dat is een lammelen. Ja, daar heb je allemaal niks aan. Nee. Je moet in de gaten krijgen hoe je het enige wat jij doet, en al denkt dat je iets doet, is weerstand bieden. Maar dat moet je onderzoeken. Maar het ook al niet prettig vinden, is dat ook al weerstand? Dat is wel begrijpelijk. Dat is heel prettig. Ja, natuurlijk, dit is niet prettig. Maar is dat ook al weerstand? Ja. Dat is ook al een oordeel. Natuurlijk. Het idee dat het anders moet zijn dan het is, zit er heel diep in. Er is nooit iets wat niet is zoals het zou moeten zijn.
Nee, maar elk mens kiest voor, als hij tussen verdriet en vreugde kan kiezen, kiest voor vreugde. Ja, maar aantallen bewijzen niet dat iets waar is. Ja, het wordt wel gedaan. Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, als over 500 miljoen platen van karate worden verkocht, wil dat niet zeggen dat het muziek is. Nee. Because it's not. Dus jij bent ook tegen elk... Nee, ik ben ergens tegen. Ik vertel alleen maar hoe iets werkt. Nee, oké. En elke therapie zou dus zinloos zijn. Eigenlijk. Vanuit de context van bevrijding en waarheid wel, ja. En binnen de context van een prettige droom hebben is het heel zinnig. Ja. Maar drugs gebruiken ook en effectiever naar mijn idee. Maar je gaat wel naar een dokter als je ziek bent. Ik ga zelf naar een dokter. Maar als je heel ziek wordt? We zullen zien. Ik heb 6-7 weken met behoorlijk intense rugpijn rondgelopen. En mensen in mijn omgeving zeiden dat ik naar een osteopaat of een weet ik wat. En ik hoorde dat aan en ik kwam er heel redelijk voor, maar ik heb niet gezien dat ik ging. En dat zegt verder niks, dat heeft geen zak met verlichting te maken. Misschien ben ik gewoon onverschillig of heb ik een hoge pijndruk. Dus voordat we conclusies gaan trekken. I just don't give a shit. Dus er moet nogal iets zijn, wil ik een keer naar een dokter gaan. En als ik er al eens geweest ben, was het omdat of mensen me daar naartoe pushten, zou ik maar zeggen, en ik me dus liet pushen, of omdat er gewoon echt ja, van het rode spul zo uitlekt en dat wou niet stoppen. Toen leek het me handig van die gasten, die naaien dat dan dicht. Ik ben niet zo goed met naald en draad, dus ik dacht, nou, doe maar even dan voordat die leeg loopt. Er is hier niet zo snel in ieder geval, en, maar dat was vroeger ook al zo, een idee van, ja eigenlijk ook hetzelfde, dat er iets mis is. Dus als er pijn is of een mankement in het systeem, ja en, waar staat dat dat niet mag? En de meeste dingen die komen vanzelf en gaan ook wel weer, en als ze willen blijven, ja. En? I'm not gonna make it anyway, man. I'm gonna die, the clock is ticking. Dat geldt voor iedereen hier. Dus ook in de context van, hoe moet dat straks met mijn kind aflopen? Nou, dat is heel simpel, gestekt. Alles wat geboren wordt, vanaf het moment dat het geboren wordt, it's dying. Hallo, waar maken we zo druk over? Dat gaat dus wel niet zeggen dat er geen verdriet zou zijn. Daar heb ik ook niks over gezegd. Maar het is wel handig om het gelijk te realiseren. Dat zijn van die dingetjes waarvan ik me dus soms afvraag van hoe is het mogelijk dat mensen 20, 30, 40, 50, 60, 70 jaar in de droom leven, daarin geloven, maar de basiswetten niet doorhebben. En dan overdreven in mijn optiek staan te jammeren als er eentje wat dood beneden valt en overdreven blijft van zitten zijn als er weer zo'n kind geboren wordt. I don't get it. Het slaat nergens op. Niet dat het niet mag of slecht is, het is gewoon nonsens. Ja, het heeft allemaal met gehechtheid te doen. Ja, en met ideetjes en met afgescheiden denken. En als dat er niet is, is het heel moeilijk om te huilen op een begrafenis of hoera te roepen als er een babytje geboren wordt. Maar jij kent toch als verlichter toch, neem ik aan, wel vreugde, verdriet? Ja, natuurlijk. Alle emoties komen voorbij, maar dan een biffen shit. Wat zijn we nou? I don't give a shit. Ah. Dus vreugde is welkom, maar pijn dus ook. Je hebt geen voorkeur. Nee. Hans wel, maar ik niet. De oceaan maakt het geen donder uit of een golfje te pletter slaat op de rotsen of gezellig uitspoelt op het strand. Het golfje maakt dat misschien wel uit in zo'n baanidee een afgescheiden ding te zijn. Rotsen! Ja. Probeer het maar te vermijden, golfje. Links, naar links, naar links, help, woehoe! Dus het leuke van wakker zijn, dan is al heel veel dingen zijn zo geestig. Je wordt er hooguit ook een beetje moe van, als je tussen mensen zit die daar allemaal echt in geloven. Oh, heb je dat gehoord? Er zijn weer 6 mensen doodgereden. Oh, erg. Ik ken ze niet. Jij ook niet. What the fuck? Als je kamerplant dood is, vind je het erger.
Dat is toch zo? Die ken je. Ach, kijk nou hoe die dan op is staan. Ja, je moet ze af en toe wakker geven. Toch komt dit wat je nu zegt op mij. Ja, ik wil niet zeggen hard over, maar vrij makkelijk vind ik. Ja, dat is ook heel makkelijk. Voor jou ja. Ja, maar voor jou ook als je even realiseert wat je bent. Dan ga je grinniken over dingen die je nou serieus neemt. Dan ga je lachen over dingen waar je 3 maanden geleden nog grote waarde aan hechtte. En de dingen waar de grootste denkers op deze planeet bij aankwamen zetten, dan heb je zoiets van boring en slecht gekeken ook. Ze zegt serieus, ik kan er niks aan doen en ik weet dat het arrogant overkomt en I don't give a shit. Dat is mij ook. Ja, maar je mag hoor. Maar verder vind ik het leuk, moet je niet vergeten, dus gewoon dit golfje om de draak te steken met dingen. Ja, ja dat heb je wel. Je moet ook een beetje lol houden in je werk. Oké, dank je wel.